Vandaag ga ik op stap met het echtpaar Meder. Zij is 94 en hij is 93. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Tijd voor een feestje. Hallo. Goeiedag, ik ben Carolien. Hallo, Koepen. Hallo. Het is goed volk, hoor. Hallo. Dag, ik ben Carolien Tensen. Hallo, dag, Carolien Tensen. Ja, bij een trouwdag hoort toch een trouwboeket, of niet? Prachtig. Alsjeblieft. Dankjewel. En die speld ik straks bij u op, is dat goed? Ja, hoor. Goed, zal ik het nog even neerleggen? Ja, leg het maar neer. Weet u nog van 70 jaar geleden? Het eerste moment dat jullie elkaar zagen. We liepen op de Koolsingel. En de Koolsingel in Rotterdam is een samenkomst van jongelui die daar flaneren. Hè? Ja. En nou ja, we liepen zo te lopen. En toen zag ik een vrouwpersoon vooruit lopen. En die had mooie benen. Dus het eerste wat ik zag, die moet ik volgen. Toen dacht ze bij elkaar, weer zo'n nare kerel die allemaal loopt te gloeren. Dus ze nam de benen en ik dacht erna. Die knul die loopt me nog achterna ook, zei ze. Toen vluchtte ze de bijenkorf in. Nou. En ik ging weer mee natuurlijk. Nou ja, en daar, zo is het nou gekomen. Weet u nog waar u op viel? Want uiteindelijk bent u toch voor hem gevallen. Ja, ik kan het moeilijk verstaan, hoor. Ja, toen je me zag voor de eerste keer op de Koolsingel. Wat zei je toen tegen je vriendin? Tegen Marie Pijtsman. Ik vond het wel een leuke jongen om mee uit te gaan. Zo, maar ik was nog niet direct verliefd, hoor. En wat vond u toen toch wel leuk aan hem? Maar ik keek altijd of ik niet groter was. Ik wou nooit iemand hebben die iets kleiner was. Nee. Na 4 jaar verkering besluiten Jo en Wil in het huwelijksbootje te stappen. Ze verhuizen van Rotterdam naar Amsterdam en krijgen 3 kinderen. Hun huwelijksdag in 1940 stelt nauwelijks iets voor. De Tweede Wereldoorlog is uitgebroken en ze hebben geen cent te makken. En ook de huwelijksreis is allesbehalve spannend te noemen. Het was heel eenvoudig. Ja? Ja, een enkele reis Rotterdam-Amsterdam. Wat zei jij? Ik zeg, onze trouwdag was... Oh, die was helemaal niks. Nee? Nee. En toen zijn we op de trein gestapt. En dat was onze huwelijksreis. En s'avonds Rotterdam-Amsterdam. S'avonds lekker een boterhammetje met verschillende worstsoorten. Dat vonden we heerlijk. Dat was het. Niks, ja. Geen bloemetje, niks. Helemaal niks. Maar goed, we kunnen natuurlijk wel nog even dunnetjes overdoen vandaag. Een beetje met een beetje glamour. Toch? Ja. We kunnen toch nog wel, jullie kunnen wel er een feestje bouwen, of niet? Wat romantiek aanholen. Nou, romantisch was hij nou niet nee. Als eerste verrassing staat er een limousine voor het echtpaar klaar. Iets waar mevrouw Meder al jaren van droomt. Dankjewel. Prachtig. Wat mooi, hè? Je mag ook even in de film kijken. Boven, ja. Leuk, hè? Oh. Wat geweldig is dat, zeg. Zullen we die openen? Geen idee hoe dat moet. Oh. Jij wel? Het is dat mooi, hè? Zijn jullie nog verliefd? Ja, tuurlijk. Ja, wat dacht je dan? Ja. Ik ken er niet buiten gaan. Ah, maar we hebben ook wel eens mot, hoor. Ja? Maar we gooien niet meer borden. Nee. En als jullie mot hebben, waar gaat dat dan om? Nou, dat is eigenlijk geen mot, is een beetje ongeduld in verband met de doofheid. Nu is het eigenlijk moeilijker als dat we jong waren. Want we alle twee slecht uit de voeten kunnen natuurlijk. Hè? Kijk, dat is moeilijker. En ik ben het meest ongeduldig. Hij is heel, heel traag en langzaam. En ik ben heel geflopt en... En dan rijden we het oude buurtje van het bruidspaar in, waar ze bijna een kwart van hun leven hebben gewoond. Nee, we gaan de Helmenstraat in, denk ik. Welk nummer woonde u? 64. Welk nummer was je huisnummer? Ik dacht 22. Oh, dat scheelt. 22.
22, benedenhuis. Hier. Ja. Meneer Meder is niet meer te houden en wil kosten wat het kost de limo uit om even herinneringen op te halen. Voor 22. 22? Ja. Geweldig, hè? En daar heeft u met 3 kinderen gewoond? Ja. Nou, heeft u goede herinneringen aan deze Albert Heijnstraat? Ja, dat was zeker wel. Ja? Ja. En voorheen was die te bruin natuurlijk. We hebben heel wat voetstappen gedaan. Nou, dat geloof ik. Hoe lang heeft u hier gewoond? Overal zo'n 12 jaar. En dan is het tijd voor het klapstuk van de dag. In het voormalig Amsterdam stadhuis, dat nu een prachtig hotel is, staat in de trouwzaal een emotionele verrassing voor het bruidspaar klaar. Alle kinderen en kleinkinderen hebben zich vandaag verzameld om hun ouders en opa en oma in het zonnetje te zetten. Jo en Wil weten van niets. Ja. Ja. 70 jaar geleden ging het heel anders. 70 jaar geleden? Ja, helemaal. Ja. En dan hebben jullie wel elke trouwdag er een feestje van gemaakt. Maar wij vonden toch dat we nog naar deze prachtige trouwzaal moesten, waar Beatrix ook getrouwd is. Je mag je nu een prinses voelen. We gaan gewoon proosten. We gaan niet meer praten. Meneer Meder, alsjeblieft. In het bijzijn van jullie hele familie. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 70 jaar getrouwd. Proost. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij echt is. Hij is heel echt. En jullie mogen hem samen aansnijden. 1, 2, 3. Ja, geweldig. Nou, je hebt de bodem gehaald, mam. Mag ik nog even iets zeggen? Volgens mij was het een prachtige dag. 70 jaar getrouwd, familie erbij. Een prachtige en kostelijke dag. Maar we hebben nog één klein verrassingje. Want we willen zo graag op deze mooie dag een mooi portret maken in de vorm van een foto van de hele familie. En dat doen we bij de ingang van dit prachtige hotel. Niet bij de uitgang. Of bij de uitgang. Ik vind ingang mooier klinken, vindt u niet? De ingang, ja. Ja. Dat is wel leuk. Kom snel.